Ovata, 35 jaar oud. Ja, fantastisch dat het zo kan zijn. Krasla Ovata ben ik mee begonnen, het eerste plantje wat ik had. Uiteindelijk is dat steeds verder doorgaan groeien. Dat ik zoveel planten op het werk alleen niet meer aankom. Heb ik aan een vriend van mij gevraagd of hij bij me wilde komen werken. Dat is Rob, die werkt nog steeds bij me. In de 35 jaar dat ik bij Ovata werk, heb ik het bedrijf heel erg zien veranderen. En zeker in positieve zin. Denk maar aan de ruimtebenutting. Overal waar je nu kijkt, hè, zie je overal planten staan. Dat was toen we zeggen, van vroeger was dat heel anders. We hebben nu een hele mooie oppopmachines. Tijdens de poten kunnen we ook nog water toevoegen met biomiddelen. Ook in de natuur wordt geen chemie gebruikt. Dus we moeten dichter bij de natuur gaan staan. Dat is het hoofddoel van ons. En wat we eigenlijk zien is dat de planten gewoon mooier zijn, zijn vitaler, ze groeien ook nog sneller. Na het poten worden de planten in de container geplaatst door een robot. En de containers die bieden dan ook weer goede voordelen op. Doordat we eigenlijk eppvloed water kunnen geven, hè, dus onderlangs water geven. Waardoor er geen waterresidu meer bovenop de plant komt. En waardoor de planten uiteindelijk gewoon veel meer shinen. Momenteel draaien we 75% van het assortiment zijn eigen rassen. Ja, we zijn echt heel hard met de veredeling bezig om gewoon sterkere rassen te maken. Die commercieel goed zijn, die goed door de keten heen gaan en heel weinig uitval hebben. Naast onze subbrands, de Rocks, de Woods en de Pearls, hebben we eigenlijk een nieuw merk, Supuur. Supuur staat voor superieur in puurheid en is een bredere upgrade, waarbij we niet alleen de puurheid van ons gewas willen benadrukken, maar eigenlijk puurheid van het gehele bedrijf. We zijn NPS GAP en NPS Productploeg gecertificeerd. Deze zijn gericht op het milieu en dat is dus heel belangrijk voor ons. Business with pleasure. Eigenlijk dat is een van de slogans die we hebben. Wat we eigenlijk ermee zeggen is, we willen gewoon naar ons zin hebben naar ons werk. Als we het niet naar ons zin hebben, kunnen we niet altijd iedere dag de kwaliteit leveren die we willen. In de 35 jaar dat ik bij Ovata werk, vind ik het echt belangrijk, ook voor jezelf, dat je het naar je zin hebt. En dat je ook iets doet wat je echt heel leuk vindt om te doen. Ik vind de telersvak zo mooi en zo intens. En dat voor mij eigenlijk die jaren, ja, het lijkt misschien lang, maar zo voel ik het niet als 35 jaar. De belangrijkste taak van het Customer Care Team is het ontzorgen van onze klanten. Dat doen we onder andere door de hoogste kwaliteit in de markt te leveren. Door het reserveren van handel in ons systeem. Het borgen van continuïteit. Dat doen we ook onder andere door klantwensen te vertalen naar succesvolle orders. Het bieden van de hoogste service. Altijd onze afspraken nakomen. Ons te focussen op de after sales. En het bieden van het totaal assortiment. Inclusief keramiek, etiketten, stickers. Binnen Ovata investeren wij veel in een datagestuurde bedrijfsvoering. Middels data verbinden wij inkoop, teelt en verkoop aan elkaar. Om zo de continuïteit voor onze klanten te waarborgen. Wat we ook doen is met ons personeel veel reizen maken. En we willen gewoon dat iedereen betrokken wordt bij onze planten. In 2012 hebben we het Aloe Vera Stack naar Oeganda gebracht. En zijn we hier een aantal jaar achter elkaar geweest. Toen hebben we ook echt het veld aangelegd. De afgelopen 10 jaar staat een medicijnplant naast heel veel huizen die ze kunnen gebruiken voor persoonlijke verzorging. Ipse de Brugge is een dagbesteding waar verstandelijk gehandicapten werken. Deze mensen werken met passie en gedrevenheid voor ons om een stokje te plakken op een knijper. Deze gebruiken wij weer voor ons onderscheidende Supuur etiket. Wij zijn trots op al onze Supuur medewerkers. Onze visie is, we creëren geluk voor onze omgeving. Uiteindelijk ons doel is natuurlijk dat we een mooie plan maken waar iedereen happy van wordt. Het betreft de toekomst van Ovata. We hebben grond aangeschaft, we kunnen hier 9 hectare kas bouwen. En eigenlijk mijn laatste kunstje is dat ik nog één keer een kas wil bouwen die toekomstproof is, sustainable. Ik hoop met een CO2 footprint die gewoon neutraal is. En uiteindelijk het doel dan is dat het overgedragen worden aan mijn dochters. Die hebben de intentie hebben om het bedrijf over te nemen. En mijn grote droom is dat ik uiteindelijk, als ik 90 ben, nog steeds mijn plantjes kan klooien in een bloeiend bedrijf die mijn dochters in het familiebedrijf voortzetten.